this just any grandmother? No. This is her grandmother. And these are her parents. This is herself. This is she. Now his family. These are his grandparents. And one of their daughters married this man. They, in their turn, made a boy child. This is he. Born in Holland, January 7th, 1919. Als ik aan mijn moeder terugdenk, dan moet ik altijd terugdenken aan... als iemand die door het leven mishandeld is, uitgebuit. Zij kon daar niet tegenaan, tegen de methodes die mijn vader toepaste. Daar was ze veel te zachtzinnig voor. En dat is haar ondergang geweest. Ze had hem een paar keer met de pook op zijn hassels moeten slaan. Dat beter voor hem geweest. Maar dat deed ze niet. En daarom, omdat zij dat niet deed, is ze gestorven te vroeg. En dat is ook de oorzaak van de ondergang van mijn vader. Want het zou voor hem toch zo heilzaam geweest zijn als hij een helpeeks had gehad. Dan blijft het hem kwalijk nemen dat hij als landverrader in NSKK-uniform liep. En dat heb ik hem ook nog in het kamp verteld. Ik zeg, ik zit liever in dat zebrapak waarin hij hier zit, als dat ik in dat smartpak van jou zit. Je lijkt wel hartstikke belazerd. Zo heb ik hem dat gezegd. Zelf zei hij ook wel eens wat goeds. Maar hij sloeg me nooit. Maar hij bekommerde zich ook niet veel om ons. En wat we geworden zijn, dat zijn we niet geworden dankzij onze vader. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan onze moeder. Dat ik iets meer heb mogen leren dan een gemiddelde arbeidersjongen, is ook hoofdzakelijk te danken aan moeder en grootvader. Ja. En daarnaast, in het huis van grootvader, woonden zijn kinderen dus. Die kinderen, dat waren uiteindelijk zusters en broers van mijn moeder. Die zich ook over ons ontfermden op hun manier. Want die waren toen nog ongetrouwd, toen wij kleine kinderen waren. En wij kwamen wat dat betreft eigenlijk in die zin niets tekort. Maar een normaal familieleven waarin je dus een laten we zeggen zoals men dat in burgerlijke zin pleegt te noemen, een oppassende vader heeft die zich het lot van zijn kinderen werkelijk aantrekt. Nee, zo'n vaderbeeld kennen wij niet. Wat overigens niet wegneemt dat toen hij op sterven lag, dat we toch alle drie naar zijn sterrenbed zijn gegaan. En aan de andere kant, hij heeft ontzettend vroeging gehad voor wat mijn moeder heeft aangedaan. Hij kon niet sterven. Hij heeft me getracht om zo dicht mogelijk en moeder begraven te worden. Ik zeg, daar zou ik voor zorgen. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Dat was het. We live today, here and now. What's so important in discussing today the stress situations of the Second World War, especially those of jails and concentration camps 25 years after they have happened? The psychiatric and psychosomatic consequences as seen in the survivor syndrome as it also radiates in the family, including the next generation. Not only here in Europe, but in almost every part of the world, we are facing the consequences of cruelty, of man's behavior towards his fellow man.
Ladies and gentlemen, today we'll discuss such a man. Four years of horror in concentration camps, can they be pushed away or stored in such a way that the images of the past don't disturb the life of today anymore? Many previous concentration camp inmates have tried these after the war, and they even thought they succeeded. Do not let it get you down, whatever may happen. We waren daar om omgebracht te worden. En dat was ook niet zo erg. Want dat went. En daar stond je mee op en dan ging je thuis mijn bed. Maar ik ben nog nooit van plan geweest om mezelf op te hangen of in het prikkeldraad te lopen of wat dan ook. Al zou ik ook verhongerd moeten zijn of wat dan ook. Een kwestie van blijven leven in de toestand zoals hij daar was. Dat was ook voor een gedeelte mede afhankelijk van de organisatie van de gevangenen zelf. Want gevangenen in de Hitlertijd in een concentratiekamp waren niet een kleurloze massa, zoals een vreemdeling die daar zo zou inkijken dacht. Maar dat was in elk geval, bepaalde groepen van die gevangenen waren zeer hecht georganiseerd en vormden een ondergrondse in dat kamp. En die hadden hun vertakkingen overal en konden elkaar veel de bal toespelen, respectievelijk ongewenste elementen konden we liquideren. Wat ook gebeurde. Als iemand zo stom was om er zo ver te laten komen, ik zal maar wat zeggen, brood stelen, daar stond de doodstraf op. U begrijpt, als je in een concentratie van brood steelt van een ander die even ver heeft als jij, dat is moord. Die man die moest sterven. En dat gebeurde. Dat was niet zo moeilijk. Ik ging dan naar de steengroef. Ik kwam s'avonds niet terug. In Boegenwand, daar hadden ze haken in de muur gemaakt. En daaronder een kist gezet met stroppen. Moest je jezelf ophangen. Mm-hmm. Ja, dat klopt. De mensen ontmenselijken en ombrengen. En dat was een voortdurend gevecht om te verhinderen dat zij in die opzet zouden slagen. Daarom was het ook niet erg als je doodging. Maar het was wel erg als je dat zelf deed. Zo zien wij dat. Als je dat bevel krijgt om jezelf op te hangen en je weigert dat, dan handel je in hoge mate actief, want dan verzet je je. Tegen het fascisme verzet je je dan. Als je je in het kamp behoorlijk gedragen hebt en je niet over de rug van anderen in leven hebt gehouden, dan heb je jezelf zeker niks te verwijten. Ik heb dat niet overleefd ten koste van die anderen. Helemaal niet. Die ervaringen die ik dus heb ondergaan,
die hem zonder enige twijfel invloed gaat op dat kind dat onmiddellijk geboren is. Nadat ik uit het kamp gekomen was. Ja, die kleine meid heeft het blijkbaar erg moeilijk gehad. Die nu groot is, dat scheelt 6 jaar met onze jongens. Maar ik heb ook gezegd, destijds, toen mijn dochter geboren was, dat het me speet dat het een dochter was. En dat zal wel degelijk invloed hebben gehad op wat er allemaal gevolgd is met die dochter. Kijk, Rudy is uiteindelijk geen meisjesnaam. Want ze verwarren dat nog wel eens een keer. Dat ze, dat kind, dat ze zeggen, hey, jij hebt een jongensnaam. Zo zit dat in elkaar. En dat was de teleurstelling, nu weet ik het weer. En waarom hebt u haar Rudy genoemd? Omdat het mijn beste vriend vindt. Het is genoemd naar uw beste vriend uit de kamptijd. Ja. Others had to pay a high price for their continuous gallant attempts. And why? Because body and soul had been too deeply affected by infections, starvation, physical and psychological abuse to function smoothly again. Could a man only 22 years old in 1941, at the time of his imprisonment, and after only 4 months of married life, could he, after 4 endless years of the worst kind of concentration camp experiences, still be a husband and a father for his wife and children, be a source of security and confidence for them? Could he be a man who exists for them, lives for them, and stands open for them? And could it really be possible for a young woman to face the duty of accepting her husband again, whom she had seen leaving healthy and full of strength upon his return from hell, affected and changed as he was, not only then, but also in the future? His homecoming became for her a bewildering disillusion. Her idealized memory was destroyed. No return of the old and trusted, but rather the penetration of the concentration camp atmosphere into the smallest details of their relationship, their experiences, and their family interactions. In this young family with 3 children, born after the war, this war never ended, the liberation was never completed. Weet je, ik kreeg berichten en moest toen naar Amsterdam komen. Ik had eigenlijk voorbereid moeten zijn, maar dat ben je niet. Ik kwam die gang door en ja, je bent een beetje in de war natuurlijk helemaal. Ik deed die deur open en die viel me uit mijn handen. En Joop zat bij de tafel, niet? In een uniform jasje van de Engelse piloot of zoiets, niet? En die ging recht naast de tafel staan, of hij in de houding ging staan. En toen draaide hij zich om. Toen dacht ik, nee, dat kan niet. Dat kan niet. En wat ik allemaal meer gedacht heb, dat is wel een van die dingen, ik denk, deze man, hier moet ik straks mee naar bed. En dat is iets verschrikkelijks. Ik bracht het in dat geval helemaal niet op. Ik weet het niet. We hebben niet veel tegen elkaar gezegd, we hebben elkaar alleen maar aangekeken. Het schokkende moment, dat is het moment waarop je elkaar voor het eerst weer ziet. Want dan wil je alles zeggen en je kan niks zeggen. En je moet toch beginnen met iets te zeggen. Dat is het moeilijkste geweest. Het allereerste moment. En die eerste nacht, die hebben we al pratende doorgebracht om zo volgens mij te proberen het menselijk contact weer te herstellen. Zoiets had ik nooit verwacht. En toen dacht ik ook bij mezelf, god mensen, wat hebben ze met jou gedaan?
niet? Je kunt die man, kon je niet meer terug. Na een paar dagen, dan weet je dat hij het is. Je weet het immers, niet? Nog moest ik vaak kijken naar die tijd en dacht ik, dat kan niet, dat bestaat niet. Dat dat overgebleven is van hetgeen wat 4 jaar geleden zo plotseling morgens de deur ging en niet meer terugkwam. Niet? Along with many others in the camps, he suffered from tuberculosis. He could not start working again until 1947. During his recovery, he wrote a journal about his camp experiences. The most horrible facts are mentioned without any emotion, in a business-like fashion. But emotions, successfully excluded from his notes, disturbed him constantly. He suffered from the non-specific KZ or concentration camp syndrome, also known as the survivor syndrome, in which, as in a nightmare, re-experiences come up. The many he had seen dying, the piles of corpses, the mass execution, and the total dehumanization. Die nachtmerries, die vreselijke nachtmerries, tegen de muur omhoog vloog en zich aan het ledikant bijvoorbeeld vastgreep en dat hij dacht dat hij terug was in het kamp. Dat daar de oorlog is verschrikkelijker geweest voor mij als die 4 jaar in de oorlog. Forced by an unremitting alertness, the doors of perception were continually kept open. In addition, one could not and should not betray one's emotions. These could not be expressed at that time, but in the post-war years, there was no opportunity either to release these emotions gradually in communication with others. Maar wij hebben nooit zo bar veel gepraat. Wij hebben wat dat betreft elkaar tamelijk goed aangevoeld. Ondanks alles. Ondanks dat die jaren hebben we toch niet, ik bedoel, als kat en hond geleefd. We hebben toch wel rekening met elkaar gehouden, maar meer als vreemden. You cannot understand it if you have not gone through it yourself. That is what relatives and therapists hear all the time. Their words and thoughts, often solidified thoughts, are no longer understood by others, they feel. That is why too often the doors of expression remain closed with these consequences. In a protective environment, the opening of these doors, at least for some, might bring catharsis. Ik ben eigenlijk pas dat 1 keer gekomen, toen onze dochter zo'n jaar of 6, 7 was. En dat die kleine meid hem aan zag komen en toen zei ze, mami, kom papa aan. Maak je geen ruzie. Zou je niet zeggen dat hij te laat is weer? Want hij had de gewoonte om nooit van zijn werk naar huis te komen. Altijd een eind te gaan wandelen. Niet? En toen dacht ik bij mezelf, dit gaat te ver. Als een kind moet tegen je zeggen, maak geen ruzie. Niet? En toen hebben we het opnieuw geprobeerd. The endurance of the family members towards the involuntary but ever-present strain from the one who had returned seemed to be inexhaustible, at least sometimes. But quite often too, the limits of tolerance and endurance were exceeded, thus causing inevitable conflicts within the family or on the job. The generation who experienced this war and the one who had not often faced each other as strangers or enemies. That is why there are people, children of that time, grown up now, who cannot forgive their brave parents for what they did in the underground resistance during the war, for their fellow men and for their country. Maybe this is the most painful tragedy of the difference
between the generations. The cause. Not the war itself, but the fact that after the liberation, the war never ceased to invade living rooms and life. Our experiences of recent years in the treatment of ex-concentration camp prisoners directed us to the use of LSD-25 also for this man. Unlike the old method of hypnosis and narcoanalysis with pentothal, LSD has the advantage of retaining in the conscious mind that which was experienced. We will now show you fragments of an LSD session lasting for 5 hours. At the start of this first trip, we see minor signs of intoxication, such as visual distortions, with disturbances of accommodation, and changed perceptions of space and time. Cold and warm sensations as disturbances of the autonomic nervous system are, however, integrated in the re-experiences. Iets wat van me afgaat. Wel. Ja, ik kan niet zeggen wat. Iets wat zich beweegt, wat van me afgaat. Met een bepaalde snelheid. Ik heb het idee dat ik hard over een lange boogbrug heen rijd. Zo'n soort beweging zie ik op het ogenblik. Koud. Ja. Doe de ogen nog eens dicht en laat eens op wat u merkt. Ik zie nu een heel eigenaardig, ja, ik zou zeggen, kleurengamma. Ja. Heel vreemd, maar toch ook wel prettig. Is het helder? Ja, het is helder. Er zit veel geel in en lichtrood. Wat hier zo naar beneden komt rijden, dat gaat voor mij veel langzamer. Hier is een afrit. Ja. Dat gaat veel langzamer. Als dat er die kant op gaat. Maar op de afrit moeten ze langzamer rijden. Oh, dus dat die voorschrift. Dus dat behoeft dus geen zinsbegoocheling van mij te zijn. Nee. Nee, want dat gaat naar beneden en dan komen ze bij de kruis. Maar ja, u had me gezegd, je moet alles wat je ziet, ja, dat moet je zeggen. Het zou kunnen zijn dat u het anders zag. Alleen warmte. Je hebt misschien een zekere graad van gevoelloosheid. Ja, het lijkt me een graad van gevoelloosheid, een beetje, in zekere mate. Ja, het is net alsof je moet aftasten of het er nog zit. Ja. Ja. En nu? Ja, ik zou denken dat mijn graad van nervositeit toeneemt. Ja. Ja. U voelt meer spanning. Ja, ik voel neiging om te huilen.
Waarom? Weet ik niet. Weet ik niet. Thuis ook wel eens, hè, dat u ineens begint te huilen. Ja. Er is maar een kleinigheid voor nodig. Hè? Een kleine aanleiding is al voldoende. Ja. Terwijl u vroeger nooit huilde. Nee, deed ik nooit. Alleen maar verdriet. Geen kou meer. De kou is weg. De kou is weg. De gloei is ook wat uit mijn gezicht verdwenen. Een beetje, niet helemaal. Ik zal mijn bril eens opzetten en dan kan ik zien wat ik om me heen zie. Normale beelden. U ziet gewoon. Normale beelden. Ik zie gewoon die auto daar over die dijk rijden. Dat er niet gebeurd is. Hebt u in de oorlog ooit een traan gelaten? Ik kan me niet herinneren. Ja, van, ja. Eén keer heb ik een traan gelaten. Dat kan ik me wel herinneren, maar dat was van woede. Toen had ik in mijn nek, zoals het litteken nog goed te zien is, voor. Dat was een verronkel, zoals het in Duitsland heette. En daar werd me. Toen het nog niet genezen was, er werd er opgeslagen. En toen werd ik helswoedend. Waar zit dat litteken? Kan u het aanwijzen? Jazeker. Hier. Daar heb ik een slag op gehad. En met een gummislang. Joep Zwieken heette die. En die slang die noemde hij altijd zijn bevölkerungsruzel. Ja. En daar werd ik woest van. En daar heb ik toen een traan op gelaten van woede. Van woede. En stond hij nog te kijken of u reageerde? Nee. Nee, want het interesseerde die man eigenlijk niet zozeer wie die sloeg als hij maar sloeg. Ja. Daar ging het helemaal om. Hoe is het zien nu? Het zien is nog goed. Maar ik heb af en toe het idee dat mijn gedachten niet samenhangend zijn. Hoe dan? Ja, ik vertelde zo even wat over dat lager. Ja. En toen was ik een ogenblik de draad kwijt. De pointe van wat ik daar nou van vertellen wilde, die was ik kwijt. Uh-huh. Maar de pointe van het geval was dat die tranen gekomen waren van woede. Dat herinner ik me pas achteraf nu weer. Ja. Maar dan was ik een moment vergeten. Ja, het loopt even uit elkaar. Hè? Ja, ja. Aan zo'n mooie zonnige zondagmorgen zitten geen bepaalde herinneringen vast van de oorlog. Nou, de enige herinnering die ik er aan heb kan. Dat was dat ik eens een keer met. Adam van Dijken, dacht ik. Op een zondag dat we in Ravensbrück niet hoefden te werken. Stil aan de kant hebben gelegen in het gras. Zo vlak onder de torens van de wachtpost. En daar spraken we over dingen die ons van huis interesseerden. We trokken als het ware een scherm op tussen onszelf en het lager. Gek, nu zie ik een baby in een wieg liggen. Waarom moet u nou
nou ineens huilen als u aan een baby in de wieg denkt? Ja, ik weet het wel. Ik ben bang voor die baby. Dat ze zullen moeten ervaren wat wij ervaren hebben. U hebt eigenlijk medelijden met ieder kind. Ja, zo is het precies. En dat vraag ik me ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk. U zou ze eigenlijk allemaal willen redden. Ja, als ik kon. Maar dat kan niet. Dat weet ik. Dat kon je in de oorlog ook niet. Hè? Je hebt gered wat je kon redden. Ja, zo is. Maar u hebt ook vaak machteloos moeten toezien. Ja, dat heb ik inderdaad. Achter. De grootste verschrikkingen. Kan ik me wel herinneren. Het was het terechtstellen. Welke? Van een Oekraïner. Die man die werd van sabotage beschuldigd. Die werkte geloof ik op de schoenfabriek. Die maakte schoenen voor ons dan. Voor dat gevangenenbedrijf in Sachsenhausen. En die... Ik verlies de draad. Ik verlies de aansluiting. U vertelde van die terechtstelling. Toen werden de mensen van de grond af opgehezen met een liertje, zodat hun leed lang duurde. Naderhand ging dat efficiënter. Schopten ze stoel, bonden ze weg of zoiets dergelijks. Heb u vaak getuigen van moeten zijn? Dat heb ik verschillende keren aangezien. Met die Oekraïner. En met nog een Duitser. Die het ook niet die man die was gevlucht. En die hadden ze weer in het lager teruggebracht. En daar stond de dodenstrafe door den Strang. Die stond daarop. En in augustus 1942. 6 Russische kruisgevangen. Ja, als u daar nou over spreekt, ziet u het dan weer? Ja. Wat ziet u? Hoe ze onder de galg staan. De een wachtend op de ander. Men nam niet eens de moeite ze te blinddoeken. Waarom maar Russen? Ontwaken. Ja. Daar was u. Ik kan me wel herinneren dat ik het laatst sprak over die Russen bij die galg. Mm-hmm. Dacht ik. Ja. Het was net alsof u even weg was. Hè? Ja. Maar nu kom ik weer tot mijn positieve. Ja. Het zijn net golven, hè? Ja, er zijn golven, want nu is alles weer normaal. De vloer blijft golven. Hij zakt een beetje weg, komt weer terug. Zo. Tegenwoordig daar niet die vervloekt moffe muziek. Klopt dat? Een schetter van varen. Waar doet dat dan denken? Dat ze naar de hel open kunnen. Waar doet deze hele situatie u nou aan denken?
Iets heel onwerkelijks. Iets waarin ik zelf niet pas. Zo zou ik het voelen. Ja. Misschien is het wel heel gek dat ik het zeg, maar... Ik beschouw me jezelf overbodig. Zij, ja, ik kan me herinneren dat ik dat zei. Begrijpen jullie dat toch? Iemand die er niet bij geweest is, die weet het niet. Nee. Zou u kunnen laten zien hoe u daar moest lopen in de steengroeven? Dat was dus zeer moeizaam. Dat kan ik me nog herinneren, heel moeizaam. Met die dikke schoenen tegen die bergen aan. En achter je die kerel met die stok om te kijken of je wel je handen vast aan dat trekzeil had. Je trok zo met je handen. En als je niet trok, dan gaf die kapo een slag tegen je handen. En dan was je erbij, als je niet trok. Ik kan niet pakken. Het is of het telkens boven komt en weer weggeduwd wordt, hè? Ja. Dat maakte mij een komische indruk aan het mannetje achter dat gordijn. Kijk, nu drukt hij zijn snor. Ja. Ja. Waar doet het u aan denken? Een vervloekte spion. Was het nu gewoon water? Water met nog een klein beetje van hetzelfde. Het is werkelijk met hetzelfde spul. Ja. Nee hoor, we gaan u niet vergiftigen. Dat dacht ik een ogenblik. Hoe dat? Dat is een uit de loop der jaren in elke gevangene gegroeid natuurlijk wantrouwen. Drank tot zelfbehoud. 42 draait gewoon nooit zich. Soes Hechling. Hoe stond u als u in de houding stond? Hoe dan? 42 draait gewoon nooit zich. Meldt zich. Soes Hechling. Het was natuurlijk allemaal maar griem. Maar ja. Het moest. In principe spreek ik over die afstrapping die we in dat blok kregen met die geschiedenis van die deken. Ja. Daar heb ik het nu over. Ja, ik ook. Heeft u het daarover? Ja. God, wat lijkt me daar al een onmetelijke tijd tussen te liggen. Dat we daarover gesproken hebben. U moest erbij staan toen u geslagen werd. Vooroverbuigen. Vooroverbuigen. Kan u dat nog laten zien hoe u moest staan? Ja, zo. En dan had je hier achter je gat, hadden we die deken, hadden we gelegd om de slagen van die pook te verminderen die we wisten dat ze zouden komen. God, wat dacht u? Wat ik nou dacht? Ja. Wat een simpele triomf uit het 5-11 is. Ja. Ja. Die gewone zekerheid in de werkelijkheid. Wat zegt u? Die gewone zekerheid. Hè? Welke zekerheid? Dat je op je horloge kan kijken. Oh ja, daar hadden we het over. Ja, over dat, op 5-11 hadden we het over. Hè? Ja. Ik was de draad even kwijt. Ja. Uw horloge was u bij de arrestatie afgenomen. Ja, die Spanjaard kan namelijk er alles op. Die NSB'er zei dat u dat niet meer nodig had. Nee, dat is niet meer nodig. Hè? Dat is niet meer nodig. Nee. Dat betekent dat jij behoort tot de klasse van de
Jij bent afgeboekt, hè? Ja. Afgeboekt. Ja, en als het nou maar tot die koppen doordrong. Dit is me niet aangenaam. Nee, dat begrijp ik. Dit doet, doet het zeer onaangenaam. Waar doet het aan denken? Waar alles aan doet ik. Ja. Begrijpt u nu waarom ik haal? Ja. Vertel me dat dan. Omdat u zich zo enorm verlaten voelt. Wat zeg ik? U voelt u zo enorm verlaten. Door wie? Door de wereld die u niet begrijpt. Aan wie u het niet kan overbrengen. Aan niet door hun schuld. Mijn voorstellingsvermogen schiet. Te kort. Te kort. Goeiedag. Is het nu bij 7 minuten over 11? Ja, u dacht dat we nou weer een uur verder waren. Nee, zie ik dat nou? Ja, is dat nou werkelijk waar? 7 minuten over 11? Ja, een kinderlijke voldoening, maar het is 7 minuten over 11. Ja. Maar het doet me plezier dat we kunnen vaststellen dat het werkelijk 7 minuten over 11 is. Kunnen jullie me dat nou onder reden bevestigen dat het zo is? Ja. Ja, is het werkelijk zo? Nou, ik heb het 5 over 11. Laat me die andere polsjoloogjes ook eens zien. Nou ja, er kan er enkele minuut verschil in zitten natuurlijk. Wat ziet u? Bloed. Waar? Ja, waar? Over het gezicht. Helemaal. Toch had u de wil om erdoor te komen. Ja, daar kwam het ook niet op uit. Kwam het er wel door. Hoe heeft u uitgekeken naar het einde van de oorlog? Naar de bevrijding? Meer naar het moment van de nederlaag van die schofte. Hoe heeft u dat ervaren? Toen het moment er was, schonk me geen voldoening meer. Ik had mijn hand ook niet meer op kunnen heffen tegen zo'n schofte. U had zo even dat gevoel van dat bloed. Waar kwam dat vandaan? Weet ik niet meer. Ik heb al zoveel bloed. Dat weet ik niet meer hoor. Overal die gezichten liep bloed. Ben je zelf ook? Als het niet geslagen werd, nee.
maar ik heb het hier over die lijken. Die lijken. Ach, wat weten jullie ook? Wacht maar. Wacht maar. Wat ziet u? Wanhoop. Gruwelijke wanhoop. Het straalt van een plek. Ja. Wanhoop. Verhaal je met me uit. U beleeft weer wat u hebt meegemaakt. Wat voelt u? Niet zo. Ik zal maar even terug gaan. Ik zal maar weer even terug gaan. Ik moet even alles gaan blijven. Het was alsof u ineens allemaal bloed zag. Ach god, man, ja, maar ik zag toch altijd bloed. Ik kan niet. Kan ik ook niet in enkele onderdelen over beginnen, over het bloed. Daar is altijd bloed. Bloed? Ja, overal. Het was zo goedkoop. Bloed. In Bergen-Belsen. Daar was het bloed goedkoop. Heb je koud? Nee, ik heb het niet koud. Ik maak me zorg. Wat ziet u? Je begrijpt het toch niet. Je wil het wel begrijpen, maar je kan het niet, man. Nee. Het is of steeds die machteloosheid u weer overvalt. Jezus. Jezus. Ik weet me wel uit te drukken. Maar je bent er net op en in de woestijn. Je besmet me niet. Je besmet me niet. Wat ziet u nou? Drakenpoten. Hè? Drakenpoten. Drakenpoten. Waarvan? Weet ik niet. Dit nou alles maar zin heeft voor jullie dan.
Dit is heel belangrijk. Waar denkt u dat die drakenpoten vandaan komen? Nazi-beest. Hè? Huh? Van het nazi-beest. Het nazi-beest met zijn drakenpoten. Met zijn drakenpoten. Ja. Kinderlijke voorstelling. Die maar... vrouwen zijn overal. Iets. Hè? U ziet ze. Gevoeld hebben we ze. Overal. Ah, nooit vrij. Nooit. Nee. Nee, het laat wordt niet meer los. Wat doet u toch met de resultaten? Huh? Wat doet u met de resultaten hiervan? Nou, wij proberen hetzelfde wat u probeert, de mensen duidelijk te maken wat er gebeurd is. Nee, maar ik wil me ook niet breken op een persoon. Nee. Het was ook niet een persoon die mij dat aandeed. Het was een systeem. Maar u zou de overwinning over een systeem willen behalen. Ja. En u bent zo verschrikkelijk bang, hè? Dat het oude systeem het toch wint. Ja. Je ziet het elke dag toch. Kijk maar. De krant. Zou u wel dood willen? Nee. Ik wil niet dood. Maar wel rust willen eigenlijk. Wat voor rust? Dat je eens even bevrijd bent van dat altijd maar weer terugkomen van die beelden. Kan je dat? Kan je mij die rust geven? Dat gelooft u niet? Nee. Zou u even willen zien hoe het nou is? Wat? Uzelf. Of u zelf herkent. Is het anders? Grievelig trouwen. Wat ziet u? Net wat er in moet zitten. Wat dan? Wat de wanhoop zo hangen? Wat zegt u? Waarom blijft de wanhoop zo hangen? Waarom de wanhoop zo blijft hangen? Omdat er geen reden is voor hoop, geloof ik. Hoe is het dan nou, als je zo naar buiten kijkt? Mooi. Mooi. Geeft dat een gevoel van vrijheid? Ja. Dat is mooi. Stond u in de oorlog ook wel eens uit te kijken? Ja. Door de draad. Ja. Daar loopt ook draad, maar dat is ander draad. Hè? Nee, maar dat is ander draad. Dat is ander draad. Wat dan? Wat is er? Kijk eens, toen net hier in de spiegel. Jezus Christus. U wordt er kotsmisselijk van. Wat ziet u dan? Alles wat u niet moet zien. En daar hebt u zich toch aan vast, hebt u zich toch aan vastgehouden, hè? Waar dan? Dat je beter was dan die rotmof. Natuurlijk. Godverdomme. Daarom waren we toch juist in dat kamp. Ze beter waren dan schoon. De trievel. Dat weet je schoft. Ergens verdrongen ze dan niet. Daarom wilden ze ons vernederen. Altijd maar weer. Het is de titel van de held. Dat er niets meer van je overbleef. Van je hele ik niks meer overbleef. Het is niet gelukt. Hè? Het is niet gelukt. Het mag niet gelukt.
Ik heb nooit anders gegeten dan ik als menswaardig was te eten. Ik heb geen lijken gegeten. Geen lijken gegeten? Maar u weet dat het gebeurde? Ja, maar ik had liever zelf dood gegaan. Dat maar. Nee, geen idee wat het is. Zover krijgen ze ons niet. Dat wij elkaar ontvreden. Dat wilden ze. Toch hebben ze dat in zekere omstandigheden gedaan gekregen. Dat weet ik. Van Klaas. Prikkeldraad. Prikkeldraad. Vierde oren en zo scherpjes. Die arme vrouw, de middenste, laten komen. Een roos, een rode roos. Dankjewel. Het is altijd mijn lievelingsbloem geweest. Goede vaas. Want die hoeft hier niet op die divan te verkommeren. Ik heb hem niet uitgekregen. Ik wil het wel kwijt, maar ik weet niet hoe ik het kwijt moet. Het blijft. Het is een integrerend deel van je persoon. Dat blijft. Dat gaat pas weg als je zelf van de aarde verdwijnt. This diagnostical exploration started many psychic processes moving. In the course of the following months, 4 LSD sessions were necessary to facilitate the normal psychotherapeutic treatment guided by Dr. Van Tol. More than 3 years after that first session, after we started treatment, I would like to ask how you feel about it now. Er is een hoop van het oude zeer, wat je dus niet tot uiting hebt kunnen brengen. Dat is tot uiting gekomen in onze sessies hier en dat heeft me zodanig opgelucht dat de toestand nu geworden is zoals hij nu is. En dat is, nou ja, zoals ik me in die jaren dat ik niet meer werk, is hij nu acceptabel. Hè? Dat kan mijn vrouw dus bevestigen, dat de toestand voor ons allen in het gezin en in contacten met andere mensen normaal en acceptabel is. Ik lig niet meer in de houding. Ik slaap als een normaal mens. Hè? Zoals je gewoon ligt met je ogen dicht, rustig ontspannen te slapen. Hè? Het is niet meer zo als hij een werkende nachtmerrie heeft dat hij zo tegen die muren opgaat en zo begint te gillen en te schreeuwen. Niet als hij nu een nachtmerrie heeft, is het meer of hij ergens buiten staat. Ik bedoel, hij heeft ook het idee waarschijnlijk dat hij zich kan weren tegen iets. Nee. Ik lag wel eens in mijn slaap ook. Dat heb ik nog niet vaak gedaan. Meestal janken ik aan, of deed wat anders. Schreeuwen of gek doen. Ja, natuurlijk, nu wel. Dat is heel vroeger ook wel geweest, maar toen hij zo ziek begon te worden, nou, toen was er niet zo bar veel meer te lachen natuurlijk. Het is nu natuurlijk een heel andere toestand thuis. Ik heb de verslagen van onze gesprekken dan nog eens op nagelezen. En dat mechanisme van de verdringing is me zelden zo duidelijk geworden als toen hij me vertelde van die Joodse vrouw. Die vrouw die stond achter het prikkeldraad en ik stond er ook achter. Hij had mij voor hetzelfde geld ook kunnen doodschieten, maar hij schoot haar liever dood. Nou, omdat ze een Jodin was natuurlijk. U stond erbij? U zag... Ja, ik stond er even ver vanaf als ik nu van mevrouw af zit, dus 2 meter. De woede die u was gewekt, had u moeten verdringen zonder een spier te vertrekken? Op dat moment heb ik alleen gedacht, je bent een smerige schoft. Maar ik heb ook gedacht, je bent toch een beklagenswaardig product van een systeem. Want anders zou je dat niet hebben kunnen doen. U bent na de behandeling
bent u niet weer aan het werk gekomen? Nee, helemaal niet meer. Ik ben eerst voor 2 jaar voorlopig afgekeurd, 100%. En toen daarna definitief, 100%. Kijk, ik heb natuurlijk jaren achter elkaar, toen hij zo ziek was en dat ze hem dat allemaal vreselijk opwond, dan probeerde ik dat natuurlijk allemaal weg te houden. Dan hield ik een pagina uit een krant weg, of ik hield een blaadje weg, of dan zei ik, zeg niet vanavond dat dit of dat op de radio of televisie was. En dan gaf hij daar niet om, nu merkt hij dat. Voor die tijd, dat weet u ook wel, ging hij niet alleen op straat. En hij ging, wilde niet alleen thuis zijn, wilde ook nergens heen waar mensen waren. Dat doet hij nu wel. Hij gaat nu alleen op straat, hij gaat alleen naar de dokter, hij gaat... Nou, we gaan samen wel eens wandelen, we gaan samen wel eens winkelen. We luisteren naar muziek en we kijken naar de televisie. En buitendien heb ik ook nog wel enkele werkzaamheden te doen voor onze mede-slachtoffers. Van de vereniging van Sachsenhausers, waar ik secretaris van ben. We zijn van mening dat wat er op het ogenblik en in de afgelopen jaren gebeurd is vanaf 1945, dat we nog nooit een toestand van vrede gekend hebben. En speciaal wat er nu gebeurt, ik noem maar een voorbeeld, in Oost-Azië. Dat verschilt in heel weinig van wat er eigenlijk in Europa gebeurd is in 1940-45. Ik ontspan me op diverse manieren. Ik spreek veel met mijn jongste zoon. We hebben gemeenschappelijk gerichte interesses en daar voel ik me ook prettig. Die jongste jongen die brengt natuurlijk het feit van de dagelijkse oorlog aan de gang. En van het ene feit rol je natuurlijk weer in het ander. Dat is logisch. Ik probeer altijd wel op iets anders over te schakelen, maar dat lukt niet altijd. Die gesprekken tussen die zoon van mij, die gaan dikwijls over onderwerpen die haar instinctief niet zinnen, omdat ze vreest dat die mij op het verkeerde spoor zit te gaan weer. Je moet nu eenmaal verder leven. Dus je moet in staat zijn iets te incasseren. Bijvoorbeeld de slagerij, dat is iets waar hij niet graag naar binnen gaat en dat doet hij nu nog niet. Dat hindert hem te veel aan Bergen-Belsen. Als daar zo'n wagen voor staat en daar worden dan die beenderen in gedaan of ze zijn aan het uitladen, dat wil hij niet. Dat doet hij niet. Het is niet meer zo als voor die tijd dat hij achter ieder stukje prikkeldraad Boegenwald zag. Ons huis, dat was een barak van Boegenwald. Dat is niet meer zo. Ik dacht dus dat er betere mensen dan ik dood waren gegaan. Ik wil alleen maar dit stellen. Als je dus alles wat er gebeurd is, zonder meer, onvermeld zou laten, nergens positief je best zou doen om het kwaad te keren, waar je het maar keren kan, en je dus als een waardeloos product blijft neerzitten, dan is er wel reden tot survivor guilt. Ja, dan had je eigenlijk beter maar dood kunnen gaan. En dan had er beter iemand terug kunnen komen die wel wat positiefs mee tot stand wil brengen. Dus ik heb helemaal geen last meer van het survivor guilt. Today, here and now. This is she, and this is he, the man who said, "Now do you get it, why I'm crying?"